Hallo. Nou, het is nu 9:30 's avonds. En ik kreeg te horen dat natuurlijk ook de examens doorgaan. Dus ik moet nog één examen voor mijn assistent-rogist. Dan mag ik eindelijk officieel advies geven in de winkel over geneesmiddelen. Dus ik ben nu weer even aan het leren. Ik ben nu bij huid. Nou, dat is op zich wel moeilijk. Het gaat over infecties en dat soort dingen. Is dat moeilijk? Doe makkelijk. Misschien is het te laat om te leren nu. Ja, zie je het wel. Het gaat op zich wel oké. Okay. Wel een beetje moe. Ik ga even thee maken en dan ga ik verder. Doei! Morgen, het is nu vrijdag. Ik ben eieren aan het koken, voedselpakketjes aan het maken. Ik ga zo even fruit snijden. Goedemiddag. En dat wordt mijn dag. Ik begin om 1 uur vandaag met werken. Dus dat is wel super fijn. Ik hoef maar 5 uurtjes tot 6 uur. En dan ga ik lekker bij mijn tante eten. Ik hoef niet te koken vandaag. Yes. Geen idee wat we nog eten. Ze dacht iets met spersiebonen. Maar dat zie ik vanavond wel. Nou, doeg. Make-upje weer gedaan. Het is pas 10:30. En ik moet pas om 1 uur te beginnen. Zit ik hier nog? Nou, ik ga nog even eitjes eten. 2 eitjes. En dan ga ik naar werk. Outfit van vandaag. Nee, even iets simpels. Ik bedoel, moet je toch mijn blouse overheen. Maar ik ben klaar eindelijk weer om te gaan. Even mijn werkblouse pakken. Mooi rood. Is wel lelijk. In mijn vorige zei ik, mooi rood is niet lelijk. Maar dat heb ik het alleen over babykleertjes. Ik bedoel, die zijn gewoon schattig. Ben zo goed in opvouwen. Geen idee of het koud is buiten. Het zal wel. Volgens mij 12 graden of zo. Maar het wordt weer mooier weer. Morgen met papa weer naar het grofvuil. Dus we hadden weer om 7 uur afgesproken. Ik denk dat ik er wel weer lekker op tijd ben. Ben benieuwd. Oh ja, papa heeft een lamp opgehangen. Superleuk. Super, superleuk. Oh. Ready. Bye. Nou, wat een gezeik. Was ik klaar met werken? Stap ik op die fiets van mij. En nou ja, ik kwam gewoon niet meer vooruit. Die remmen blokkeerden. En dus ik had mama al gebeld dat ik een uur later zou zijn. Maar gelukkig hielp papa mij op. En nu ben ik bij mijn tante geweest. Of ik ben er nog. Lekker gegeten, spersiebootjes, aardappeltjes, boompjesstabbetje. Hoefde ik zelf niet te koken. Maar ik weet niet hoe ze kookt, maar ze kookt wel zo lekker. Dus ja, de achtergrond, dat zijn mijn nichtjes. Ik dacht, die doe ik niet in beeld. Die wou je wel. Weet je zeker? Nou, het is zaterdag. Het is nu bijna 5 uur. Ik ga straks pannenkoeken bakken. En vanavond ga ik zelf knoflook maken. Super lekker van de toko. Dus dat is mijn planning. Ik ben vandaag een beetje echt van alles bezig. Ik heb echt ook totaal geen make-up op. Dus ik ga straks eerst even lekker douchen. En dan pas ga ik eten maken. Kan echt niet. Ik was bij mijn moeder bezig met de tuin. Beetje onkruid wieden. Maar ik heb echt nog 4 kilometer te gaan of zo. Dus ik ga morgen naar werk even verder. Dus douchen. En dan pannenkoeken maken. Nou, ik heb lekker gedoucht. En nu ga ik pannenkoeken maken. Dus here we go. Ben benieuwd. Gewoon uit een pakje hoor. Sorry, tante. Oké, 2 eieren en 850 milliliter melk. Nou, dan moet ik er toch.
proberen. Oh nee. Bijna het schilderen. Lekker duidelijk. Duizend pannenkoeken van maken. Ik doe wel alvast eerst. Oh ja, een mixer. Dit ding. Een pan op het vuur. Oh nee. Ik moet deze nu gaan gebruiken. Een kleintje. Nou, dat worden hele schattige pannenkoekjes. Als ik wat beslag overhoud, dan maak ik morgen wel wat meer. Boter. Oké, mixen. Oh, wat klont het. Oh my god. Oh wacht, nu ziet het er wel redelijk oké uit. Maar nu heb ik nog de vraag, hoe ga ik... Oh wacht, ik kan het weer terug in mijn maatbeker doen en dan gewoon zo ingieten. Oh, helder momentje. Echt. Nou. Prachtig. Waar is mijn doekje? Ik heb niet eens meer nagedacht natuurlijk. Gadverdamme. Oké, even wat terug. Doei. There goes mijn eerste pannenkoek. Ik zal je even wat dichterbij zetten. Even uit de oplader halen. Als ik dit laat vallen ben ik echt de lul. Zo, oké.
Nou, je gaat er dus op. Misschien een beetje zachter zetten. En dan erin gieten. Wat een gezeik ook weer, hè? Dat is echt niet goed voor mezelf. Jongen. Nou, lekker dan. Oké, nou, het ziet er zo uit. Ik heb ook echt geen idee wanneer ik hem om moet flippen. Flippen. Ik flip hem. Wacht, ik denk dat ik hem pas omflip als de bovenkant gewoon niet meer waterig is. I think that's a good idea. That's a very good idea. Moet het juist wel? Ik heb echt geen idee. Oh. Nou, dan maar 100.000 keer draaien. Ik zei ook allemaal, echt waar. Als ik maar gewoon bij mijn moeder blijf eten. Maar nee, ik wilde zo nodig vloggen. Nou, ziet wat er komt. En dan moet ik ook nog straks die leuke, god, hoe noem je dat ook weer, maken. Hoe heet dat? Kroephoek. Als dit dan misgaat, dan heb ik mijn leven dan. Even een bord alvast pakken. Nou, op zich voor een eerste pannenkoek ben ik echt trots op mezelf. Ik denk dat er wel weer steeds boter bij moet ofzo. Ik ben angstig. Nadat ik geen boter meer heb gebruikt. De vorige keer. Was ik natuurlijk kast die boter vergeten. Zo. Ik denk dat ik nu even 3 stuks ga maken ofzo. Oh wacht, ik heb natuurlijk ook nog, ik wil eentje met ontbijtspek maken, maar geen idee wanneer dat erin moet. Kan ik dat er nu? Oh nee, hoe papa dat altijd deed was dan slag. Die. En dan nog een beetje van dit eroverheen, zodat hij een beetje blijft plakken. Laat je zitten. Wat een gedoetje. En dan wil ik later ook nog echt lekker een groot huis met een super grote keuken. Nou, mag ik eerst leren om dat niet af te fikken. Naast weer. Spek. Nog eentje.
zit één plak. Deze dik. Nou, op zich gaat het wel perfect, denk ik. Het ziet er nu zo uit. Nou, volgens mij mijn pannenkoeken er gewoon zo uit te zien. Moet je opletten, straks van binnen nog helemaal... Heb ik wel eens vaker gehad. Ik ben echt zo zenuwachtig om die knoekel te maken, want nou, ik heb best wel een trage reactievermogen en ik moet ze dus, als het vet klaar is, dan mag ik er één in doen en dan moet ik hem zo snel mogelijk wel weer uithalen. Want dan gaat hij weer poep en dan moet ik hem eruit halen, maar ik ben niet zo snel. Dus we gaan zien hoe dat gaat. Oh, nu moet ik deze omgooien. Ik ga natuurlijk gewoon als je te dik deze kleine kutpannenkoekjes. Ik wil nare pannenkoekjes. Dan heb ik in ieder geval twee spekken. Dan doe ik gewoon eentje nog normaal bij. En dan kan ik daar, weet ik veel, zout voor de kleur of zo. Nou, straks lekker pannenkoekjes eten, ook al best trek hoor. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, gewoon alweer 5:45. Time goes by so fast. Ik ga echt snel. Maar ja, weet je, nu heb ik echt onwijs veel beslag nog over. Ik doe er wel even afdekfolie of zo overheen. En dan kleur ik het wel lekker in de koelkast. Ik heb het morgen misschien nog nemen als ik wil, toch? Oh nee! Oh, wat erg! Mijn oplader! Oh, mijn oplader lag dus in de wasbak. Kijk, er zeik en zeiknat. Oh, zal ik nog doen? Oh nee, daar baar ik echt heel erg van. Oh, even kijken wat dit nog doet hoor. Oh, hij doet het nog. Oh my god. Oh, wat erg. Maar ik wil hem wel even uitdoen. Want laat hem maar even lekker opdrogen. Oh, wat stom. Had ik hem gewoon... Oh ja, tuurlijk. Pannenkoek vergeten. Had ik hem gewoon... in de wasbak liggen. Ik heb natuurlijk altijd geknoeid. Toen heb ik de kraan open gehad. Oh my god. Wat een gezeik. Echt waar. Oké, nou. Pannenkoekjes klaar. Stroop. Poel. Suiker. Check. Check. Mes en vork. Check. Check, check. Done. 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 Goed. Lekker eten. Lekker eten. Hi Polly. Mijn caviaatjes. Oké.
Nou. Kijk hoe lekker. Nou, bon appetit. Haha, tiet. Bon appetit. Het olie is nu heet aan het worden. En dan ga ik de beroepboek maken. Ik ben zo, zo benieuwd. Oh. Het zijn echt van die rare kleine dingetjes. Dat gewoon super groot moet worden. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Maar we zullen zien. We zullen zien. Wat? Wat erg? Oh wacht. Nu ziet het er wel weer op weer uit. Maar nu heb ik nog de vraag. Hoe ga ik... Oh wacht, ik kan het weer zo nadenken. En dan gewoon zo ingieten. Oh, helder momentje. Echt. Nou. Prachtig. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh nee! Oh wat stom! Oh my god, oh my god, oh my god, waar moet ik jou? Ik heb niet meer nagedacht natuurlijk. Gadverdamme, ik ga even terug. Doei! Oh hoor. Oh blablabla. Kan ook niet nooit normaal gaan. Jammer, jammer hier. Ik ben zo bang om dit te maken, maar de olie is goed en nou, ik ga ze er maar één voor één in gooien. Kijk hoe groot dat wordt. Oh my god. Nou, het olie was goed, maar er gebeurt helemaal niks. Oh wacht, oh er gebeurt wat. Oh shit. Oh, het zijn echt van die schattige kleintjes. Kijk. Kijk dan. Oh, overal olie op. Deze zijn best wel oké. Kijk hoe groot. Ze zijn ook best wel super groot. Oh my god. Kijk, ik wil nu echt een schuimspan hebben. Oh nee. Nee. Worden ze snel bruin? Dan maar twee tegelijk. En anders ga ik het echt niet halen. Oh, kut. Kom op. Oh, ben je niet goed in? Ik ben echt een kroppoketer hoor, maar poeh. Ravi. Oké, ik heb het nu een beetje onder de knie, denk ik. Ik doe er alsnog gewoon steeds mee tegelijk. Bijna mis.
Nou, ik moet dus echt een schuimspaan hebben. Dit is echt schuim, weet ik veel. Pak een grote spatel. Dit is gewoon niet te doen. Kijk dan, gaan ze allebei dan op de kant op? Dat kan toch niet? Oh, kut. Kut. Schuifkind, hoppatee. Nou, wat een leuke dingetjes. Het is wel echt heel leuk hoor, maar ik moet wel echt een andere spatel hebben. Nou, nog twee dan en dan... Ik vind het wel genoeg voor nu. Gas maar even uit, hè. Is ook handig. Maar even achter schuiven. Top. Nou, echt super leuk om het zelf te doen, maar het zijn allemaal wel een beetje bruinig. Ik kan het niet zo goed zien, maar het is wel een beetje bruinig. Oh, en ja, het is wel slim om er een doekje onder te doen, zodat het een beetje, zodat het vieze olie eruit kan. Nou, ik ga er even eentje proeven. Ben benieuwd. Keukenprinsesje is klaar voor vandaag. Ja. Het is wel echt lekker. Deze smaken beter dan de kroepoek uit de winkel. By far. Oké, nou. Bedankt voor het kijken. En fijn weekend nog. Bye.